Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Aniek. En heel erg leuk dat jij op deze video hebt geklikt. In deze video gaan we iets heel leuks doen. We gaan weer tierranken. Ik heb dat vorig jaar een keer gedaan met alle boeken die ik heb gelezen. Maar het leek me ook wel leuk om dat dus te doen met alle boekkoppels waar ik over heb gelezen. Dit is wel een soort spoiler warning. Als jij nog niet heel veel boeken hebt gelezen en eigenlijk niet zo heel veel wilt weten over koppels die uiteindelijk koppels worden. Ik heb wel bijvoorbeeld de Throne of Glass serie hier buiten gehouden. Maar ik heb bijvoorbeeld wel de waarom kan ik dat gewoon nooit zeggen? Ik heb wel de Akotar koppels erin zitten. Dus dit is alvast even een soort spoiler warning. Als jij die boeken nog niet hebt gelezen, kan hier wel echt een hele grote spoiler in zitten. Maar heb je al die boeken wel gelezen, dan is het heel leuk om te kijken. En dan ga ik gewoon de koppels tier ranken van die ik het leukst vond en die ik het minst leuk vond. En de meeste koppels die erin zitten zijn eigenlijk van romances. Dus dan weet je eigenlijk al vanaf het begin van dat die mensen bij elkaar gaan komen. Ik heb hiernaast even een tafeltje staan met mijn laptop en mijn theetje. Want het is nog koud en dan zeg je waarom heb je een korte mouw aan. Weet ik ook niet. Ik wil gewoon dit leuke shirt laten zien aan jullie. Ik heb eigenlijk maar twee truien die ik echt lekker vind zitten. En die heb ik dan altijd aan in de video. Dus ik dacht, laat ik gewoon even keer iets anders aan doen dan dat. Als het goed is, staat nu alles in beeld. Dan zou ik mezelf ook even kroppen. Ik heb dus even alle koppels heb ik een mooi plaatje bij gezocht en de naam erbij gezet. Als ik niet een plaatje kon vinden, heb ik gewoon het boek erbij gezet. Goed, dan heb ik de tiers. En dan begin ik met de laatste. En dat is eigenlijk een beetje vergeten. En dat zegt eigenlijk dat ik eigenlijk niet eens meer weet wie dat koppel is of wat daarmee gebeurt. Dan heb ik daarna meh. Dat is eigenlijk gewoon niet echt mijn favoriete koppel. Gewoon oké. Dat is gewoon goed. Ik vond het leuk. Maar ik denk er niet zo heel veel meer aan. Cuties is wel echt dat ik het leuk vond. Maar gewoon net niet dat gevoel dat je ze echt geweldig vond. En want dat is namelijk voor de hoogste tier favoriete koppel ooit. Ik drink ondertussen lekker mijn thee. En dan gaan we lekker beginnen met het tier ranken van boekenkoppels. We beginnen meteen al met een heftige. Adena en Mak. Dat is van de novella van Powerless, Powerful. Eigenlijk heel cute, maar ze hadden wel heel weinig tijd samen. Maar ja, het was een novella, dus een kort boekje. Maar ik ga hun denk ik wel oprecht bij cuties zetten. Dat gevoel heb ik daar wel van. Autumn en Finn. Oké, dit is wel echt een 5-sterren boek voor mij. Dus dat koppel is ook gewoon favoriete koppel ooit. Ga naar boven. Ja, sorry, dat kan ik gewoon niet anders doen dan daar neerzetten. Ik love Autumn en Finn. Het is van If You Had Been With Me. Fern en Will van Meet Me at the Lake. Eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel over te zeggen. Ik vond het wel leuk om te lezen over hun verhaal. Dus ik denk dat ik hun gewoon bij gewoon oké zet. Want ik ben ze niet vergeten, maar ik vond ze niet geweldig. Maar ik vond ze ook niet stom. Dus ze zitten niet in meh. Dus gewoon oké is goed. Jeannie en Logan van de Pumpkin Spice Café. Ja, ik denk dat dit in hetzelfde genre hoort als Fern en Will. Gewoon oké. Ik vond het leuk om over ze te lezen, maar ik vond het ook wel echt een leuk boek. En ik wil ook echt wel de volgende boeken lezen. Maar ik vind ze niet, dit koppel, denk ik niet van wauw, ik vind ze echt geweldig. Lucy en Felix van This Summer Will Be Different. Ik vond hun dynamiek echt heel leuk. Dus ik denk dat ik hun bij cuties zet. Ik hoopte ook echt dat ze scènes samen kregen in het boek. Daar zat ik echt om te prayen, zeg maar. Dan Payne en Kai. Ze zijn misschien nog niet echt een koppel in het boek, maar voor mij gewoon wel. Het is toch obvious dat zij een koppel gaan worden. Deel 3 is nog niet uit, maar ik weet zeker dat zij bij mij in favoriete koppel ooit categorie thuis horen. Oké, Maya en Noah van, dat kan ik ook weer niet uitspreken, Trottles, denk ik. Ik zeg je eerlijk, ik denk nooit meer aan hun. Maar ik vind ze ook niet stom, dus gewoon oké. Vond het een leuk boek. Sweeney en Brock van Thanks for Listening. Nu moet ik zeggen dat ik dit dus oprecht eigenlijk gewoon een beetje vergeten ben. Ik vond het boek ook niet zo heel leuk, dus misschien dat het daardoor komt. Maar ik ga hun toch wel echt in eigenlijk een beetje vergeten categorie zetten. Oh my god. We zijn bij Violet en Xaden. Ja, ik heb eigenlijk alleen nog maar Fort Wing gelezen, dus ik heb het tweede deel nog niet gelezen. En het derde deel komt trouwens bijna uit, dus wil ik wel gaan doen. Maar voor mij zijn zij dus gewoon nog heel erg leuk. Violet en Xaden komen wel denk ik echt bij, ja, wel mijn favoriete koppel ooit. Ik vond het wel echt leuk hoe het omschreven was, hoe zij met elkaar omgingen en zo. Harriet en Wynn van Happy Place. Het boek vond ik heel goed, dus ik vond de scènes tussen hun eigenlijk ook wel heel goed. Ik vond het een ander soort opbouw van een relatie en dat vond ik wel goed. Alleen vond ik het einde wel echt gerushed. Maar daarbij was ze wel gewoon in cuties thuis, vind ik. Ja.
Jules en Josh. Ja, van Twisted Hate. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet echt een mening over hen. Ik denk ook niet echt veel meer over hun na. Dus ik denk dat ze gewoon bij gewoon oké komen. Het is gewoon een beetje basic normaal, zeg maar. Eveline en Jax van Once Upon a Broken Heart. Nou, die mogen gewoon haar favoriete koppel ooit. Ik denk zelfs dat dat nog echt een van mijn favorietste koppels ooit is. Anastasia en Nate van Icebreaker. Het boek heb ik maar 2 sterren gegeven. Maar ik denk er nu, nou ik denk er niet vaak over na, maar als ik aan terugdenk denk ik, oh ik had wel echt een heerlijke tijd met het lezen en luisteren van dat boek. Dus ik doe ze bij gewoon oké. Liz en Wes van Better Than The Movies. Ja, ik heb dus niet echt zo'n goed gevoel of goede ervaring met Better Than The Movies. En ik heb het tweede deel ook niet gelezen, wat nu binnen wat laatst uit is gekomen. En ik ben ook echt niet van plan dat te gaan lezen eigenlijk. Dus ik ga hun in, als eerste koppel in meh zetten. Ik vond hun gewoon niet zo leuk. En ik wou echt dat ik het leuk vond, maar ik vond het gewoon niet leuk. Tella en Legend van de Caraval series. Ik vond hun hartstikke leuk, hartstikke cute. Dus ze komen in cuties. Zo, het loopt wel een beetje echt gelijk op. Al die dingen, al die rankings, behalve de laatste 2. Gelukkig maar, want dat zijn de slechte. Oh, nu Nesta en Cassian. Ja, ik vond Hof van Zilveren Vlammen echt een geweldig boek. En ik vond hun relatie geweldig. Hoe het opbouwde, dus zeker bij favoriete koppel ooit. Oh, eentje naar boven. Ja. Bridget en Reese. Vorig jaar vond ik hun als een van mijn favoriete koppels ooit. Maar ik denk toch dat ik ze in cuties ga zetten. Dat voelt toch meer tot hun recht. Ze zijn trouwens van Twisted Games. Maar als ik er nu over nadenk, denk ik gewoon cuties. Ik denk niet zo vaak meer aan hun namelijk. Kenna en Ledger. Hetzelfde. Gewoon oké. Goed verhaal en gewoon, ja, gewoon oké. Ik kan er niet echt heel veel over zeggen. Het is van het boek Reminds of Him van Colin Hoover. Daarna Lyra en Alien van Alien? Van To Kill a Kingdom. En ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk hier nooit meer over nadenk. En dat ik ook echt niet meer zou weten hoe het verhaal gaat. Ja, het is een soort Ariel remake of een kleine Zimmerman remake. Maar deze moet ik toch echt in de categorie eigenlijk een beetje vergeten zetten. Catalina en Aaron van The English Love Affair, heet dat zo? Volgens mij wel. Nou, ik moet zeggen, dat boek heb ik ook al gewoon weer verkocht omdat ik het niet zo leuk vond. Dus ik zet hun in meh. Het is alleen heel random, want ze haten elkaar om geen reden. En er gebeurden gewoon allemaal dingen die niet realistisch was dat ik het niet zo leuk vond. Favor en Resent. Nou, daar kan ik maar 1 ding over zeggen. Dat gaat gewoon naar favoriete koppel ooit. Niks over te zeggen anders. Nora en Charlie van Book Lovers. Ik wilde zeggen gewoon oké, maar ik kan me gewoon niet meer herinneren hoe hun dynamiek was. Nee, Nora en Charlie gaan daar eigenlijk een beetje vergeten. En dan Eva en Alex van Twisted Love. Ja, die ga ik in meh zetten. Ik vond hun gewoon overall niet zo heel leuk. En ik had het gevoel gewoon niet bij hun. Nou, dan January en Augustus van Beastread. Ik ga hun bij gewoon oké zeggen. Ik vond het zeggen. Ik zeg net het zeggen. Ik ga hem bij gewoon oké zetten. Oké, dan Scarlett en Julian ook van de Caraval series. In vergelijking met Tella en Legend ga ik hun bij gewoon oké zetten. Want mijn favoriet is wel echt Tella. Ja, Scarlett en Julian. Die zitten wel echt een categorie onder hun voor mijn gevoel. En dan zijn we alweer bij de laatste aangekomen. En dat zijn Tate en Miles van Ugly Love. Nou, dat boek heb ik echt al 2 jaar geleden gelezen. Toen vond ik het heel leuk. Maar ik denk dat zij gewoon ook in gewoon oké horen. Ik kan me gewoon heel nog goed herinneren dat het gewoon eigenlijk een hele toxische relatie was. Maar ik vond het heel leuk toen ik het aan het lezen was. Het was ook wel een van de eerste boeken die ik heb gelezen toen ik weer in het lezen ben gekomen. Dan is dit mijn hele tier rank van alle koppels waar ik over gelezen heb. Misschien dat ik hier en daar een koppel ben vergeten. Maar deze kwamen nu allemaal in me op. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En zet in de reacties wie jouw favoriete boekkoppel is. Op mijn YouTube kanaal heb ik nog een aantal andere boekenvideo's staan. Waaronder ook nog tier rank video. Als je dat dus leuk vindt om te kijken. Dan kan je dat op mijn kanaal doen. Ik zou het heel erg leuk vinden als je op mijn kanaal abonneert. Daar zou je me heel erg blij mee maken. En dan zeg ik tot volgende week. Doeg!